Kijk, het is groen. Ik voel me super op de grond. Funky en leuk. Hi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Lizzie's Life. Deze week neem ik jullie mee naar een pers-event in Londen van L'Oréal. Maar eerst ga ik zo meteen naar de kapper, omdat ze dan mijn haar gaat spoelen, dus nog heel even genieten van mijn bruine lokken. Wacht, ik zie er echt uit als een soort van ingepakte Barbie pop. Wij gaan ons haar laten verven. Welke kleur wil je? I want pink. Heel groen, als het mag. Kom, we gaan naar binnen, snel. Let's go! Je gaat voor de rainbow shamer binnen. Alles, de hosje bang. Alle kleuren. Welke kleuren gaan we doen, ladies? Je wordt de kwaas, ja. Paars en een klein beetje rood. Het is eruit gewassen, hè? Ja. Nou ja, niet eruit, het is gewassen. Ik wil het ook graag zien. Ik wil het ook zien. Ga je doen? Even kakken. Kijk, het is groen. Dat is super funky, hè? Ik voel me super op de grond. Funky en leuk. Ja, man. Het is zo cool. Charlotte, heb je die achterkant zien? Mega funky hair. Ik ben zo benieuwd wat we morgen allemaal gaan aantreffen voor funky types. Ja, nee, weg hoor. Jee, we zijn in Londen in Soho House en we gaan hier nu zo lunchen. En het ziet er vet mooi uit. Minuutje. Ik ben nu in de kamer in het hoekste. Misschien dat Yara en ik nog even snel buiten een fotootje gaan schieten. Maar ik heb me omgekleed. Ik heb een panterblouse aangetrokken van Ganni. En kijk, ik heb een super kinky lakbroek aan. En die is van de Topshop. Misschien nog even oorbellen in en dan ga ik naar beneden. Ik ben heel erg benieuwd, want we gaan ook een concert zien. Iemand van X-Factor. Londen? Geen idee. Dus, maar ik neem jullie lekker mee. We zijn op zoek naar een goed muurtje. Fotomuurtjes, maar er zijn er zoveel. Alleen maar leuke graffiti walls. Als je in Londen woont, heb je echt mazzel als blogger. Ja, dan heb je gewoon standaard goede instaatjes. Super leven heb je dan. Yara, wat ben je aan het doen? Ik ga het proberen. Nee, ik ga nooit doen. This is the story of a new bride. Holy shit! Ik ben terug in het hotel en nu loop ik naar mijn kamer. Het was wel echt super leuk. En mijn haar is nog groener dan het. Niet meer lekker slapen. Good night. Yo, we zijn hier in een soort van underground metro station. Ja. En we krijgen een workshop graffiti spuiten. Ja. En oh my god. Dit wordt de look. Yes, het is zo leuk. Oké. Oh my god, het wordt wel zweterig hier in als je ademt. Ja, schitterend. Maar even. Yara in actie. Hij is zo goed als af. Jee, dat is mijn S. Team. Okay. iPhone wishes. En het resultaat. Ja,
in Nederland en nu heb ik een heel aparte outfit aan. Het is een outfit van Miss Sixie die ik nu op de foto moet zetten voor Instagram. En daar gaat Yuki mij bij helpen. We lopen nu buiten op zoek naar een plek waar we deze look gaan fotograferen. En ze hadden aangegeven dat ze heel graag iets van een gravity wall wilden hebben als achtergrond. Dus wij zijn op zoek naar coole gravity. Yes, a gravity it is. Dit is dus eigenlijk een beetje hoe het altijd gaat. Yuki, mijn Instagram fotograaf. Maar vooral mijn liefde. Oh. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dat ik jullie mee heb genomen naar Londen. En een kijkje achter mijn Instagram account. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En hopelijk willen jullie ook abonneren op dit kanaal. En dan zie ik jullie volgende video weer.